Robbie Lakshmi Singh, die vanaf juli 2016 de scepter zwaaide bij de SLM, heeft vandaag afscheid genomen van het personeel en de directie. Het afgelopen weekend was hij op kantoor om in te pakken. Volgens Lakshmi Singh is hij niet verdrietig, omdat hij wist dat zijn contract vandaag zou verlopen. Je hebt een overeenkomst getekend tot 3 april, dus je verwacht dat je 3 april vertrekt, zegt de scheidende directeur. Volgens hem heeft hij samen met de SLM'ers heel veel gedaan in de afgelopen 21 maanden. Toch had hij gehoopt het werk te kunnen afmaken. We hadden een afspraak dat ik dat niet zou zeggen, maar toch moet het komen. Omdat je toch moet informeren. Ik had gehoopt dat het werk af te maken, dat zou eindigen eigenlijk met de operatie, dus nieuwe operatie met een ander type vliegtuig op de Middellandse route. Helaas zal ik dat niet meemaken, maar ik ben ervan overtuigd dat als het in goede handen gelegd wordt, de leiding van de SLM, dat deze leiding nogmaals in goede handen gelegd wordt, dat deze leiding in staat zal zijn om dat waarmee we bezig zijn, om dat tot een goed einde af te ronden en dan verder te gaan. In ieder geval, SLM is in een stijgende lijn en dat moet men zo houden. Dat was de scheidende SLM-directeur Lakshmi Singh, die morgen te gast is in het ATV-programma In Gesprek Met. Ten aanzien van het artikel over de vliegveiligheid zegt hij dat die nooit in gevaar is geweest. Volgens Lakshmi Singh spraken de luchtvaartmaatschappijen dus niet over een vlieggevaarlijke situatie, maar een vertraagde operatie. Die jongens niet kwamen opdagen. Ze hadden geen discipline. En wij gaan proberen ze in samenwerking met alle actoren die discipline bij te brengen. Wat de berichtgeving betreft, u weet dat ik de CIVD heb ingeschakeld en het rapport van de CIVD, het staat geloof ik in een van de kranten, ik heb dat rapport niet hier voor mijn neus, maar dat rapport zegt dat de vliegveiligheid nooit in gevaar is gekomen. Er zijn wat vertragingen en dat rapport heeft zowel de KLM als de KAL, de British Caribbean Airlines, waar veel over geschreven is dat die eigenlijk de grootste klagers waren. De Gol, overal, men heeft dat onderzocht en het blijkt dat de vliegveiligheid nooit in gevaar is gekomen. Wat wel is gebeurd, dat er een tekort was aan beladers bij sommige vluchten en dat het iets langer heeft geduurd, dat de SLM mensen heeft gezet om te helpen bij de belading, want de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de SGS, een dochteronderneming van de SLM. SGS is Suriname Airways Ground Handling Services. En daar ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid. De uiteindelijke, laten we zeggen, dat de machine meegenomen wordt de lucht in, is de captain. En de captain gaat never, nooit een vliegtuig de lucht in brengen als het vliegtuig niet veilig is. Robbie Lakshmi Singh, hij heeft vandaag officieel de leiding van de luchtvaartmaatschappij overgedragen aan Judith Redmond, omdat zij statutair de langstdienende onderdirecteur is. Redmond wordt belast met de waarneming van het bedrijf, omdat de aandeelhouder nog geen nieuwe directeur heeft aangesteld.